Oké, we gaan weer vrolijk verder, hoop ik. Ik heb dus uitgelegd hoe we deze preconditie voor deze assignment deze array assignment, hoe we deze preconditie verkrijgen uit deze postconditie door toepassing van deze substitutie. De substitutie corresponderend met die assignment. Maar ik heb ook al gezegd van ja, dit leest niet echt lekker. Je kunt hem ook equivalent herformuleren tot y is ongelijk aan x en ay is gelijk aan 1. Want dat krijg je niet opgelepeld. Maar je wilt vaak dat soort precondities, of misschien zelfs ook wel de postconditie, kunnen aanpassen naar logische equivalenten of zwakkere of dan wel sterkere assertie's. Maar dat wordt mogelijk gemaakt door de consequence-regel. Dat is een beetje een aparte regel, want die geldt dus voor een willekeurige statement. Wat ik al in het begin zei, we gaan een bewijssysteem ontwikkelen door te kijken naar de structuur van de statement. We hebben nu de basis-assignments gehad. En ja, nu zou je verwachten dat ik op de proper commons, sequentiële compositie, if then else enzovoort. Dat ga ik zo meteen doen, maar ik heb nog eerst een andere regel die aansluit bij deze opmerking dat we dit willen kunnen herformuleren. En dat stelt deze regel, deze regel heet de consequence-regel, die stelt ons in staat om de pre- en de postconditie aan te passen. En dat zullen we in de praktijk vaak nodig hebben voor het redeneren over bouwprogramma's enzovoort, maar dit komt veel voor. Een bewijsregel trouwens, we hebben nu alleen axioma's gezien of axioma-schema's. Dit is ook weer een schema, maar dit is een regel. En een regel, dan zie je een streep en dan zie je wat boven de streep en je ziet wat onder de streep. De boven de streep, dat heette de premisses en onder de streep is de conclusie. In het algemeen hebben we meerdere premisses, maar altijd één, in ons bewijssysteem één conclusie. Verder is het wel moeite waard om op te merken dat het een beetje een hybride regel is. In de zin van, je hebt verschillende soorten premissen. Je hebt als premisse een correctheidsspecificatie, namelijk over S, maar met andere pre- en postcondities. En je hebt gewoon asserties, in dit geval implicaties, tweetal implicaties. Dus in die zin is deze. Kun je zeggen, is het een hybride regel? En het is een regel die je in staat stelt om je preconditie te versterken, zo noemen we dat, versterken, en de postconditie te verzwakken. Versterken betekent in dit geval dat deze P, die impliceert P1. En verzwakken betekent Q1 impliceert Q. Als Q1 impliceert Q, dan wil zeggen dat Q, alles wat Q1 zegt, ja, dat maakt Q ook waar, maar andersom niet. Dus Q zegt in zekere zin minder. Daarom heet deze implicatie, interpreteer je als dat Q zwakker is dan Q1. Q1 is sterker, ja? Want Q1 impliceert Q. En hier ook is P sterker dan P1. Ja? Dus daarom spreek je van het versterken van de preconditie en het verzwakken van de postconditie. En je kunt dus de preconditie versterken en de postconditie verzwakken. En dan kun je dus concluderen dat deze correctheidsspecificatie waar is. Dat kun je ook heel makkelijk informeel beredeneren. Hè, dat zo'n regel, dat heet sound, dat die als de premissen allemaal waar zijn, als die kloppen, dan moet de conclusie ook waar zijn. En evident wil je natuurlijk alleen maar bewijsregels voorstellen waarvoor dat geldt. Dat als de premissen waar zijn, dan moet de conclusie ook waar zijn. De bewijsregels moeten waarheid behouden. Premissen waar, conclusie waar. Nou, dat kun je hier informeel beredeneren. Ik wil nou informeel beredeneren dat elke executie van S vanuit de begintoestand waarin P geldt, als hij termineert, dan termineert hij in de eindtoestand waarin Q geldt. Dat wil ik laten zien dat dat geldt, gegeven dat die premissen waar zijn. Dus, hoe kun je dat beredeneren? Nou, neem een begintoestand waarin P waar is. En stel, ik heb een terminerende executie van S.
Nou, als P waar is, dan is P1 waar. Dus dan geldt in die begintoestand ook P1. Maar aangezien deze correctheidsspecificatie waar is, moet in die eindtoestand dus Q1 gelden. Want dat is volgt uit de waarheid van dit ding. Maar aangezien Q1 Q impliceert, weet ik dan ook dat in die eindtoestand inderdaad Q geldt. Zo kun je dus heel eenvoudig inzien dat deze bewijsregel correct is. Dus waarheid behoudt, dus dat de conclusie in ieder geval waar is als de premissen waar zijn. Nou, een eenvoudige instantie van deze consequentieregel is die pre- en postconditie die ik al afgeleid heb over deze array-assignment. Ik heb die P even, deze gelijkheid even afgekort met P. De correctheidsspecificatie is een instantie van het assignment-axioma. Nou, ik heb al beredeneerd dat i ongelijk aan x en ai is 1, dat impliceert p. Ja, sterker nog, het is zelfs equivalent aan p. Maar ik hoef het hier maar één kant op te doen. Hè? Dus dit impliceert p. En hier, dit is een loze implicatie. Kijk, want dit gaat mij hier nou alleen maar om het versterken of het aanpassen van de preconditie. Dan zou je strikt genomen, hè, omdat ik niks met de postconditie doe, P impliceert P hier neer kunnen zetten. Dat heb ik hier ook staan. Maar in de praktijk laat je dat nog natuurlijk gewoon weg. Want je hoeft niet letterlijk alles mee te nemen. Als je alleen maar bent geïnteresseerd om wel in de postconditie aan te passen of de preconditie aan te passen, dan hoef je natuurlijk niet een loze P impliceert P implicatie te introduceren. Maar dat heb ik hier wel gedaan om echt helemaal te laten zien een instantiatie van deze bewijsregel. Goed, dus dit is een beetje een vreemde eend in het bijt. Vanwege zo'n hybride karakter qua premissen. En omdat het geldt voor een willekeurige statement. Maar nu gaan we verder met kijken naar de specifieke structuur van die statement S. En kijken hoe we die specifieke structuur kunnen vangen in een bewijsregel. Nou, hier hebben we de regel voor de sequentiële compositie. Dus het eerste geval wat ik bekijk is het geval waarbij de statement een compositie is van twee statements. S1 gevolgd door S2. Nou, wat je moet afvragen is, nou wil ik bewijzen. Dus moet je lezen, wat heb ik nodig om deze correctheidsspecificatie te bewijzen? Ik moet dus bewijzen dat als P geldt, dat na afloop van S1 gevolgd door S2 Q geldt. Wat moet ik daartoe bewijzen? Wat moet ik dan weten over S1 en S2? Ik wil het compositioneel doen. Dus wat moet ik weten over S1 en wat moet ik weten over S2? Of anders gezegd, wat moet ik bewijzen over S1? Wat moet ik bewijzen op S2, opdat dit geldt? Nou ja, hier zit iets tussen. Na S1, de eindtoestand van S1 is de begintoestand van S2. Als je dat even tot je door laat dringen, en in onze discussie intermezzo hadden we het ook over, dat we nu niet meer praten over toestanden, maar over beschrijvingen van toestanden. Ik heb het dus niet meer over een begintoestand van eindtoestand van S1, begintoestand van S2. Dat wil ik vatten door middel van een beschrijving. En ja, dan is het wel voor de hand liggend dat je dus deze tussentoestand beschrijft met een assertie die precies de tussenassertie is van deze twee statements. In die zin dat deze R de eindtoestand van S1, alle eindtoestanden van S1 beschrijft vanuit de begintoestand waar P geldt. En dat R hier de begintoestanden, alle begintoestanden beschrijft van S2, die uitmonden in eindtoestanden waarin Q geldt. Dus je moet een beschrijving geven, een algemene beschrijving van de tussenliggende toestand. Als je zo'n R hebt en je weet dat je dit kan bewijzen en je kunt dit bewijzen, nou dan kun je concluderen dat dit waar is. En dat kun je ook weer beredeneren, eenvoudig, van neem een begintoestand waarin P waar is, neem een terminerende executie van S1 gevolgd door S2, dan weet je dat er een tussenliggende toestand is na afloop van S1. Nou dan
Aangezien dit waar is, weet je dat in die toestand dus die R moet gelden. Nou, die toestand is dan tevens weer de begintoestand van een executie van S2. En dan gebruik je deze correctheidsspecificatie en dan weet je dus dat Q geldt. Dus op die manier kun je beredeneren dat deze conclusie inderdaad volgt uit die premis. Het is wel natuurlijk zo dat je iets moet gaan verzinnen. Hè? Want hier heb je een gegeven P en een gegeven programma Q. En dan moet je iets verzinnen, een tussenliggende assertie. Die komt hier bijna letterlijk uit de lucht vallen. Nou, een concrete instantie van deze regel. Een simpele, wederom, ik heb een simpel programmaatje hier. Ik hoog x en y beide om. En nou heb ik als postconditie x is gelijk aan y. En ja, wat moet dan gelden voordien? Ja, evident dat x wederom gelijk is aan y. Maar ik heb hier wat ingewikkelders geschreven, wat wel equivalent is, namelijk x plus 1 is y plus 1. Ja, waarom? Omdat dat gegenereerd wordt door de toepassing van die assignment axioma's. Kijk maar, ja, als ik nou deze, ik moet de tussenliggende, als ik deze regel wil toepassen op deze compositie, moet ik dus een tussenliggende assertie vinden. Nou, zei ik al, dat ding hier in het algemeen komt uit de lucht vallen. Ja, want hier weet ik niet wat S1 en S2 is. Maar hier weet ik concreet, hier heb ik een concrete assignment. Ja, wat kan ik dan doen? Als tussenliggende assertie neem ik natuurlijk gewoon de preconditie die gegenereerd wordt door het assignment axioma. Dus ik neem hier y wat y plus 1, ik neem die postconditie x is y en ik vervang y door y plus 1. En ik neem x is y plus 1. Als hier als preconditie. Die wordt gegeven door het assignment axioma. Maar die ga ik tevens gebruiken als de postconditie van deze assignment. Ja? Dus als de R. En als ik die als postconditie van deze assignment gebruik, nou, dan krijg ik als preconditie de assertie vanuit de postconditie waarbij ik dus x vervang door x plus 1. Ja? Dus ik herhaal dat substitutie, ja? En die tussenliggende assertie, dat is hier de preconditie van dit en de postconditie van dat. Dus hier komt die R niet uit de lucht vallen, maar gewoon door toepassing van het assignment axioma. Maar dan zit ik dus wel met deze preconditie, terwijl ik eigenlijk wil weten dat als x gelijk is aan y aan het begin, dan is dat ook nadat ik x en y beide ophoog, is dat weer het geval aan het eind. Maar dan kunnen we de consequence regel gebruiken. X is y impliceert natuurlijk dat x plus 1 is y plus 1. Stel ons natuurlijk equivalent. En dan kunnen we dus dit weer vereenvoudigen tot dat. Dus nou heb je eigenlijk al in één slide een bewijs gezien met een toepassing van twee toepassingen van assignment axioma, de regel van sequentiële compositie en de consequence regel. Nou, laten we nog een illustratie geven van de regel voor sequentiële compositie. En dan zie je ook hoe je een bewijs kan opzetten. Want dat is ook weer een dingetje. Hoe schrijf je eigenlijk precies een bewijs op? Er zijn verschillende formats voor. In principe, ik moet even denken wat het hier is. Ja, dit is een top-down ding. Maar in principe, daar zijn twee manieren. Je kunt het als een waslijst van correctheidsbeweringen presenteren, waarbij elke correctheidsbewering volgt uit voorgaande door middel van toepassing van een van die bewijsregels. En dan is de laatste de conclusie. Dat is meer een bottom-up ding. He, want dan moet je van tevoren allemaal al bedenken welke axioma's je allemaal nodig hebt om tot te komen tot die conclusie. Dat is eigenlijk niet zo handig en eigenlijk het hele bewijssysteem suggereert ook meer een top-down benadering. En je gaat niet eerst kijken naar wat voor axioma's er zijn, wat axioma's ik allemaal nodig heb. En die dan bij elkaar harken om dan een conclusie te kunnen, een beoogde correctheidsspecificatie te genereren. Dat is niet handig. Maar dat is wel algemeen de twee manieren van bewijzen zoeken. Hè? Eerst
Ja, je genereert vanuit een stel axioma's maar alle mogelijke feiten, of je gaat vanuit je beoogde bewering kijken of je een bewijs kan genereren. Nou, hier doe ik dat top-down en zo zul je dat ook in de praktijk doen. Hè. Dit wil ik bewijzen, dus nu ga ik dat top-down doen. Hoe doe ik dat? Nou, ik lees dit natuurlijk als een sequentiële compositie. Nu komen we terug bij die vraag van Hans aan het begin. Die sequentiële compositie is ambigu. Kan ik op verschillende manieren lezen. Als dit gevolgd door dat of dit gevolgd door dat. Nou, je ziet aan deze bewijsregel dat ik hem aan de toepassing van de regel voor sequentiële compositie, dat ik hem lees als dit gevolgd door dat. Dat ligt ook wel voor de hand, omdat het achterwaarts redeneren is. Hè. Ik wil zo meteen natuurlijk het assignment axioma toepassen. En die pas ik hier op deze dingen toe. Op die laatste assignment. Dus dan ligt het voor de hand om dit te lezen als dit gevolgd door dat. Dus daar heb ik een tussenliggende assertie nodig, hier. Maar die verkrijg ik natuurlijk simpel door de assignment axioma toe te passen. Dus ik vervang hier in deze postconditie i door z. Ja, ik heb hier staan. Oh ja, nee, sorry, ik moet even terug naar deze specificatie. Daar is nog iets over op te merken. Want ik wil namelijk uitdrukken dat dit riedeltje de waarde van x en y swapt. En dat doet hij met behulp van een hulpvariabele. Klinkt dat Staat goed? volgens mij wel een foutje in het Ja, programma. ja. Moet z wordt x zijn. Ja, ja. Maar later staat het wel goed. Hier gaat het wel goed. Ja. Ja. Dit moet z worden. Hè? Want het idee is van die hulpvariabele dat die de oude waarde van x bewaart. Dus dit moet je lezen als z wordt x. Dus in z zit de oude waarde van x. Nou, dan kan je x overschrijven met y. Dus x krijgt de waarde van y. Maar de oude waarde van x, die heb je nog. Die zit in z. En die kan je dan gewoon aan y toekennen. Ja. Maar in het bewijs is het goed gegaan. Zie je? Dus even, dat moet ik wel corrigeren. Dus hier staat z wat x. Dus ik lees dit als dit gevolgd door dat. Moet ik een tussenliggende assertie hier vinden? Nou, die kan ik in dit geval, omdat het een simpel assignment is, verkrijgen door het toepassen van een assignment axioma. Oh, door die intermezzo van die fouten ben ik vergeten uit te leggen wat het idee is van die specificatie, namelijk dat we extra variabelen nodig hebben om überhaupt te kunnen uitdrukken dat de waarden van y en x geswapt zijn. Ik kan dat als ik geen extra variabelen introduceer, dan kan ik niet door middel van een pre- en een postconditie uitdrukken dat die variabelen geswapt zijn. Want in de postconditie is de waarde van x de nieuwe waarde. En in de waarde van y is ook de nieuwe waarde na de swap. Dus hoe kan ik nou zeggen dat x de nieuwe waarde van x de oude waarde is van y? En dat de nieuwe waarde van y de oude waarde is van x? Dat kan ik niet zeggen in de postconditie. Want in de postconditie duiden x en y gewoon de nieuwe waarden uit. Ik heb geen toegang meer tot de oude waarde van x en y. Nou, dat is een simpel trucje. Dat heette ook wel in het Nederlands diepvriesvariabelen. In het Engels worden de freezevariabelen genoemd. Je bevriest de initiële waarde. Je introduceert nieuwe variabelen. Dan, ik noem ze even met hoofdletter y en x, zodat je weet dat deze y de initiële waarde van de kleine y vastlegt en de initiële waarde van de kleine x wordt door de grote x vastgelegd. En dat vastleggen, dat kun je domweg uitdrukken in de preconditie door te zeggen kleine y is grote y, kleine x is grote x. He, dan weet ik dat grote y en grote x staan voor de initiële waarde, zijn gelijk aan de initiële waarde van y en x. Aangezien die grote y en die grote x, die veranderen niet door het programma, weet ik dus ook dat na afloop staat die grote y nog steeds. He, want die verandert niet, dus die staat nog steeds voor de initiële waarde van de kleine y. En idem dito voor x. Dus dan kan ik uitdrukken dat ze geswapt zijn door gewoon te zeggen, nee, nou, kleine x is niet meer grote x. Nee, kleine x is grote y. En kleine y is dan grote x.
Dus op die manier kan ik uitdrukken dat dit programmaatje inderdaad de waarde van x en y swapt. Zou je die hoofdletter i en x ook kunnen zien als constanten die je toevoegt? Ja. Aan de specificatietaal? Ja. Want constanten die blijven natuurlijk constant ja. over ja, de precies. tijd dat je programma uitvoert. Ja. Maar zijn dan constanten specifiek voor dit programma? Ja. Maar in het algemeen is het een simpel idee dat soort freeze variabelen, ze worden ook wel logisch variabelen genoemd, dat het variabelen zijn die niet in het programma voorkomen. Nou ja, misschien denk je in eerste instantie, ja, maar waarom zou ik nou, moet ik nou nog extra variabelen in mijn specificaties gebruiken dan mijn programma variabelen? Want het idee is dus dat je specificatie iets uitdrukt tussen de relatie van je programma variabelen. Waarom zou je er nou nog andere dingen bij halen? Nou, dit is dus een reden, hè? Om in de postconditie de relatie te kunnen uitdrukken tussen de initiële waarde van de programmavariabele en de eindwaarde van de programmavariabele. Daarvoor kun je dus, daarvoor heb je doorgaans nieuwe variabelen dan. Dus dat even voor wat betreft dus die grote i en die grote x. Dan gaan we weer terug naar het bewijs van dit ding. Want ik lees dit als dit gevolgd door dat. Tussenliggende assertie, daar hoef ik niet over na te denken. Ik pas gewoon een assignment axioma toe. Dus in deze postconditie moet ik kleine i vervangen door z. Ja? Dus dat doe ik hier. Dus dan krijg ik niet i is grote x, maar z is grote x. En deze neem ik dan als tussenliggende assertie. Dus vervolgens moet ik dan dit bewijzen. Ik neem deze preconditie hier. En dan moet ik deze correctheidsspecificatie bewijzen. Als ik deze bewezen heb, dan ben ik klaar. Hè, want dan kan ik met de regel van sequentiële compositie, dat duid ik hier aan, heb ik mijn conclusie. Hè? Want uit dit en dat volgt dat. Met de regel van sequentiële compositie. Dus dit is al een instantie van mijn assignment axioma. Dus daar ben ik klaar. Nou moet ik dit bewijzen. Nou, dat is wederom een compositie van twee statements, in dit geval simple assignments. Dus moet ik weer de regel voor sequentiële compositie gebruiken. Maar ook hier is het weer simpel, want dit is weer een simple assignment. Dus welke tussenliggende assertie neem ik? Nou, de assertie die ik verkrijg door x in deze postconditie te vervangen door y. Ja? Dus ik heb hier die postconditie, x is grote i, z is grote x, vervang x door i. Dus dat wordt hier, i is kleine i is grote i en z is grote x, krijg ik dan. Nou, die neem ik dan als tussenliggende assertie. Ja, en nu moet ik maar hopen dat ik deze preconditie verkrijg met behulp van de assignment axioma. Ja, dan... gaat natuurlijk wel kloppen, maar dit is in principe een spannende stap. Ja? Want tot nu toe heb ik aangenomen dat dit inderdaad correct is. Dus laten we kijken. Assignment axioma, dus ik moet z vervangen door x. En ik krijg dus x groter, x is gelijk aan grote x en y is gelijk aan grote y. Ja, dat krijg ik eruit. Ja, niet helemaal. Dit is een andere volgorde. Oh nee, sorry. Nee. Dan geef ik dat al volgorde. Nee, ik krijg dus precies die preconditie eruit. Dus als ik deze twee combineer als premisse van de regel van sequentiële compositie, dan heb ik die. Ja. Dus dit laat zien hoe je bewijs ook. Je moet niet uit het raam kijken, je moet gewoon naar je statement kijken. En de structuur van je statement dicteert eigenlijk gewoon het bewijs. Nou, dat gaat ook op voor de conditionele regel. Dus nu heb ik assignments bekeken, sequentiële compositie. En dan hebben we nog twee ogen, de keuzestatement en de while statement. De while statement bewaren we voor de volgende blok van het college. Nee, niet volgens de blok zoals gedefinieerd in het begin, maar voor de volgende editie.
Ja. Als ik dit wil afleiden, zo'n pre- en postconditie over zo'n conditionele statement. Dat wil zeggen, hè, na executie van die conditionele statement in de begintoestand waarin P geldt, moet Q gelden. Wat moet ik dan afleiden? Wat moet ik dan weten? Wat moet ik dan afleiden over S1 en S2? Nou ja, je hebt twee mogelijkheden. Hè. Ofwel B is waar, of B is niet waar. Als B is waar, dan is deze hele executie bestaat uit de executie van S1. Dus wil ik weten dat deze executie van die if then else dan resulteert in een eindtoestand waarin Q geldt, dan moet ik dus garanderen dat S1 dat doet. Dus ik moet garanderen dat S1 Q waar maakt aan het eind als niet alleen P geldt, maar de boolean conditie. Dus die boolean conditie neem ik mee in de preconditie voor S1. En symmetrisch, ja. De else-taak die ga ik pas uitvoeren als de booleanconditie niet waar is. Dan bestaat de executie van deze conditionele statement uit S2. Dus moet S2 garanderen dat Q waar is. Maar gegeven dus dat P waar is, maar ook dus de negatie van die booleanconditie. Ja, je zal al bijna zeggen, nogal wie dus, hè? Dat zou je bijna toch zelf kunnen verzinnen. Hè? Of niet? Zo geniaal is er nou ook wel niet wat die Sir Tony hoort. Als we hier Turing Award mee kunnen weer. Ja, er komt wat meer bij kijken. Hè? Dat is ook een waslijst van literatuur over de grondslagen, de semantiek. Volledigheid, saunus, dat zul je in dit college allemaal maar zijdelings aanstippen ergens aan tijd. Het gaat in dit college om jullie de basisprincipes te presenteren en een zekere vingervlugheid in het doen van bewijzen. Maar goed, hier heb ik een concrete instantie wederom. Een simpel if then else die maximum. Of gegeven de x en y, sorry, even opnieuw. X en y zijn de inputwaarden. Je moet het lezen als een functie met x en y inputwaarden. En z is dan aan het eind het maximum van x en y. Dat is het idee dat deze conditionele statement uitrekent. En we hebben hier preconditie true. Dus er zijn geen condities op de begintoestand. Die nodig zijn om te garanderen dat z het maximum uitrekent van x en y. Even kijken. Hier hebben we dus twee mogelijkheden. Blijf ik waar heb ik. Dus ja, het is de ene mogelijkheid, de ene premisse moet ik aannemen dat x gelijk is aan y en true, maar dat true en x is gelijk. Sorry, dat true en x klein of gelijk aan y. Dat zou je hier strikt genomen wel opschrijven. Maar dat laat dat true natuurlijk gewoon weg. Want true en nog wat, dat is gewoon dat nog wat. Dus dat heb ik hier weggelaten. Dus dan heb ik hier als premisse x klein of gelijk aan y. Dan z wordt y. En dan stel ik hier dus als postconditie z is maximum van x en y. Dat is mijn premisse. En mijn andere premisse is nou, de ontkenning hiervan. Dus het is niet zo dat x kleiner of gelijk aan y. En wederom en true, maar dat heb ik weggelaten. En dan na die assignment z wat x moet weer z gelijk zijn aan maximum x en y. Dus als ik deze twee premissen heb bewezen, dan kan ik met deze regel tot de conclusie. Dan heb ik de conclusie gevalideerd. Ja? Maar. Ik moet natuurlijk nog dit laten zien. Want dit zal dan op een of andere manier een instantie moeten zijn van het assignment axioma. Nou, dat laat ik. Dat is een dingetje wat je even kunt uitvogelen op het werkcollege om te laten zien hoe je die premissen vervolgens kan bewijzen met behulp van het assignment axioma. Oké. Nou, tot nu toe. Assignments behandeld, sequentiële compositie, if then else. Eigenlijk wat we tot nu toe hebben behandeld is wat we ook wel noemen straight line code. We hebben geen iteratie nog.
En in principe zijn de bewijzen, in principe zit een paar haken en ogen aan, maar eigenlijk bijna helemaal te mechaniseren. Want zoals je ziet, je volgt gewoon de structuur van het programma. Dat mechaniseren betekent eigenlijk, je kunt gegeven een pre- en een postconditie en een straight line code, op deze manier kun je eigenlijk de postconditie er eenmaal doorheen jassen. De hele teneur van het bewijssysteem volgt de teneur van de assignment, van achter naar voren. En gegeven dan zo'n postconditie en zo'n straight line code, kun je die regel zo toepassen dat je eigenlijk gewoon die postconditie zo door het hele programma heen jast. Dan krijg je een of andere complexe assertie en dan hoef je alleen nog maar te laten zien dat de gegeven preconditie die gegenereerde preconditie impliceert. Dan heb je een toepassing van een consequence regel. Dat is misschien, eens even kijken of we daar een, misschien nog een opgave, maar denk daar eens over na. Dus dat we hier te maken hebben met dus straight line code. En ja, sterker nog, deze taal is niet Turing volledig. Dus de vraag zal bijvoorbeeld ook zijn, zou het nou eigenlijk, ik gooi nou even een paar balletjes op, hè. Is het nou bijvoorbeeld beslisbaar, hè? Of een gegeven pre-postconditiespecificatie geldt voor een zekere assertie? Sorry, voor een gegeven statement. Dat is een vraag die je kunt stellen. Dus kunnen we sowieso altijd een bewijs genereren voor deze straight line programma's? He, voor natuurlijk correctheidsspecificaties. Ik bedoel, als de correctheidsspecificatie niet waar is, dan kun je hem natuurlijk nooit afleiden. Stel dat je weet dat een vermoeden hebt dat een correctheidsspecificatie waar is, gegeven dat het straight line code is, is het dan theoretisch in te zien dat je dan ook inderdaad altijd een bewijs kunt vinden? Dat is een interessante vraag. Mogen jullie even over nadenken? Ga ik geen antwoord op geven. In ieder geval niet nu. Niet nu. Nee. Even kijken. Wat nu? Nou, nu stoppen we ermee. Want de volgende keer gaan we naar de pièce de résistance kijken. Naar de while statement. Want die maakt de taal pas Turing compleet. En ja, dat is een speciale uitdaging om ja, hoe we daarover kunnen redeneren. Dan zullen we zien dat dat niet zo eenvoudig gaat op deze manier. En eigenlijk ja, de hele complexiteit van het redeneren over programma's in deze taal berust op de aanwezigheid van de while statement. We gaan zoals gebruikelijk verder waar we gebleven waren. Nog even kort samengevat waar we mee bezig zijn. We zijn bezig met het ontwikkelen van een bewijssysteem voor een simpel while-taaltje. Wat we tot nu toe hebben gezien is dat we dat bewijssysteem kunnen opbouwen naar de structuur van de statements die we correct willen bewijzen. We hebben dus eerst een gekeken naar assignment statements, simpele assignments. Daarvoor hebben we een axioma geïntroduceerd, overigens ook voor de skip statement. Vervolgens hebben we gekeken naar hoe te redeneren over een sequentiële compositie van statements. Vervolgens naar de keuze, if then else, hoe we daarover kunnen redeneren. En we zijn nu aangekomen bij de zogeheten loop rule. De loop rule stelt ons in staat om te redeneren over een while statement. Nou, laten we eens even rustig hiernaar kijken. Het is dus, je ziet hier weer een bewijsregel met een onder de streep conclusie en een premis. En wat zegt deze regel? Dat je deze conclusie kan afleiden gegeven die premis. Het idee van zo'n while statement is dat je een invariant definieert. Een invariant is iets wat
aan het begin geldt. En wat, omdat het invariant is, ook automatisch aan het eind geldt. Maar voorts, dat het waar blijft na elke executie van de loop. En dat laatste, dat wordt weergegeven door deze premisse. Die stelt, als ik de body, de S is dus de body van de loop, als ik die uitvoer in een toestand waarin P, dat is mijn invariant, waarin mijn invariant geldt en mijn boolean conditie geldt ook, dat neem je mee, die boolean conditie. Waarom? Omdat je alleen die body van de loop uitvoert als die conditie waar is. Dus je hebt wat meer informatie over die begintoestand voor elke executie van de body van de loop. Nou, en dan moet je dus laten zien dat dan die postconditie, dat die invariant weer na afloop van die statement S geldt. Dus die premisse die formaliseert het idee dat die P een invariant is. En als je dus dit hebt waargemaakt, dus dit bewezen hebt, eigenlijk voor maar één keer. Hè? Ik bedoel, je hoeft niet elke keer die statement S uit te voeren. Je zou kunnen zeggen van ja, ik laat zien dat P invariant is om één keer uitvoeren van S. Of over twee keer, zeg maar S, S. Over drie keer, over vier keer. Dat hoeft dus niet. Je hoeft maar één keer een bewijs te geven over de body van de loop. En daarmee weet je dus ook automatisch dat die P invariant is over willekeurige executie van de loop. Dat is op zich het mooie van die regel. Dat je niet hoeft te kijken naar de loop wordt uitgevoerd 10 keer, 20 keer of 30 keer of een willekeurig aantal keer. Nou, als je dus dit als premisse hebt geverifieerd, dan kun je hiertoe concluderen dat als de preconditie de invariant is, dan wat geldt na afloop? Natuurlijk geldt dan de negatie van die boolean conditie, want je termineert alleen als die boolean conditie niet waar is. Maar je weet dat die invariant behouden blijft, dus die moet ook aan het eind gelden. We de vorige keer hebben ook geprobeerd om dit een beetje operationeel intuïtief te rechtvaardigen. In de zin van, hoe kun je nou inzien dat als die premisse inderdaad waar is, hè, in de zin hè, van elke terminerende executie van die statement S vanuit een begintoestand waarin P en B geldt, dan geldt de afloop P. Dat is, stel dat dat waar is, hoe kun je dan beredeneren dat die conclusie waar is? Dus dan moet je beredeneren het volgende. Je neemt de begintoestand waarin P waar is. Je neemt een berekening van die while statement. En dan moet je dus laten zien dat P een terminerende berekening dus van die while statement. En dan moet je laten zien dat na afloop, of beredeneer dat die P geldt en die negatie. Nou ja, die negatie, dat krijgen we cadeau, want dat is per definitie van de terminatie. Maar waarom geldt die P? Nou, dat volgt uit het herhalen toepassen van die premisse. Want we weten dat P initieel geldt. Je gaat de eerste keer de loop in als de boolean conditie waar is. Dus je hebt een begintoestand waarin P en B waar is. Dus na de eerste keer uitvoeren van S, weet je wederom dat P geldt. Nou, dan ga je weer opnieuw de loop in, hè, mogelijkerwijs, ofwel je gaat eruit. Nou ja, dan weet je dus dat P geldt en de negatie van die boolean conditie geldt, of je gaat S nog een keer uitvoeren. Maar je weet dus, na één keer uitvoeren van S geldt nog steeds P. Nou ja, dan gaat het verhaal weer van voren af aan. Dan weet ik dus, als ik die loop voor de tweede keer uitvoer, de body, dan weet ik dus nog steeds dat P geldt en tevens de boolean conditie. En dan weet ik dus dat na ook na de tweede keer die P weer geldt. Nou, et cetera, et cetera. Dus op die manier heb ik beredeneerd dat na een willekeurig aantal keren uitvoeren van de body van de loop, iedere keer P na afloop van die body van de loop geldt en dus ook na afloop van die hele while statement. Hier is een heel simpel voorbeeldje, een instantie, het is direct een instantie van deze bewijsregel. Hier zien we een simpele while statement. Je test of x kleiner dan y is, dus zolang x kleiner dan y is, hoog je x met 1 op. Nou willen we bewijzen dat als initieel x kleiner of gelijk aan y is,
dat dat zo blijft. Dat is de invariant. Dus de postconditie. Oh ja, ik ga eigenlijk al een stap naar voren van dat dit inderdaad de invariant is. Maar wat we willen bewijzen is dat na aflopen x nog steeds kleiner of gelijk aan y is. En dat het dus niet zo is dat x kleiner dan y is. Want ja, je gaat hier de loop termineert als x niet meer kleiner dan y is. Dus dat wil zeggen x is groter of gelijk aan y. Met andere woorden, uit deze conjunctie volgt dat x gelijk is aan y. Dat hadden we ook direct zo kunnen zetten, maar nou zie je dat het een directe instantie is van deze bewijsregel. Dus eigenlijk zeg je hiermee, dus als initieel x kleiner of gelijk aan y is, dan na afloop van deze loop geldt x is gelijk aan y. Om dit te bewijzen, volstaat dan x kleiner of gelijk aan y, kiezen we als invariant. En dan moeten we bewijzen dat als x kleiner of gelijk aan y aan het begin geldt van de body van de loop, maar tevens geldt ook x is kleiner dan y, want je gaat alleen die loop in als x kleiner dan y is, dan moet je laten zien dat x kleiner of gelijk aan y is. Nou, dat intuïtief geldt het natuurlijk, want je weet niet alleen dat x kleiner of gelijk aan y is, nee, sterker nog, x is kleiner dan y, dus kun je gerust x met 1 ophogen, en dan heb je dus weer x kleiner of gelijk aan y. Dus dan zie je ook echt dat het nodig is om te laten zien dat dit een invariant is, dat je die boolean conditie meeneemt als preconditie van de body van de loop. Zou ik dat niet meenemen, ja, dan kan ik niet bewijzen dat die x kleiner of gelijk aan y ook inderdaad een invariant is. Nou, dit kun je zelf weer gaan afleiden, deze premisse, door substitutie, door de Simon-axioma. Zou je dat doen, dan moet je dus hier in x kleiner of gelijk aan y x vervangen door x plus 1. Dan krijg je dus als preconditie x kleiner of gelijk aan y en x plus 1 is kleiner of gelijk aan y. Nou, x plus 1 kleiner of gelijk aan y, dat is hetzelfde natuurlijk als x kleiner dan y. Dus gewoon door hier dit in deze postconditie x te vervangen door x plus 1, krijg je x plus 1 kleiner of gelijk aan y. En dat wordt natuurlijk geïmpliceerd door deze preconditie. En dan kun je dus met de consequence-regel, die stellen we ons in staat om de preconditie te versterken, kunnen we dus deze premisse afleiden. Maar dat kun je voor jezelf nog eens op een rijtje zetten. Ja, dit is dan kort maar krachtig uitgelegd over hoe te redeneren over een while statement. En ik noemde dus al een paar keer, en dat is ook de kern van deze regel, het vinden van een invariant. Ja, omdat het een herhaling betreft, maar je weet niet hoe vaak je die while statement herhaalt, want het hangt af van de waarden. De initiële waarde van de programmavariabel. Zo bijvoorbeeld hier, deze while statement. Je weet niet hoe vaak dat ding uitgevoerd wordt, want dat hangt helemaal af van de afstand tussen y en x. Dus van de waarde van x en y. Dus je kunt niet zeggen van, nou ja, dit is 10 keer de loop uitvoeren en ik bewijs dit correct voor 10 keer of voor 20 keer. Dat werkt allemaal niet, want deze loop kan voor een willekeurig aantal iteraties behelzen, afhankelijk van die initiële waarde. En dat wordt dus heel mooi opgevangen door een invariant. Je moet dus iets verzinnen, een betrekking tussen de waarde van de variabelen die iedere keer gelden voor executie van de body van de loop en dan laten zien dat dat wederom geldt nadien. En ja, een andere manier is er eigenlijk niet. En dat is ook het grote probleem in programmaverificatie, om zo'n invariant te vinden. Ik heb in die voorgaande colleges ook wel het term laten vallen van straight line code. Dat is code zonder die while statement, gewoon assignments, en sequentiële compositie en if then else. Dat kun je bijna automatisch verifiëren, want met behulp van die bewijsregels voor sequentiële compositie, if then else en
axioma voor Simon, kun je, wat ik intuïtief zei, kun je de postconditie eigenlijk gewoon helemaal doorheen trekken door die regels toe te passen en de assignment axioma. En dan heb je een preconditie van die hele straight line code. En dan hoef je alleen maar tussen aanhalingstekens, maar hoef je alleen maar te laten zien dat de gegeven preconditie de gegenereerde preconditie impliceert. Maar je hoeft dus geen nieuwe assenties meer te verzinnen. Je hebt de gegeven preconditie, je hebt de gegeven postconditie, je hebt een straight line code. Je haalt gewoon volgens de regels die postconditie er doorheen. En dan laat je zien dat de gegeven preconditie de gegenereerde preconditie impliceert. Dus nogmaals, je hoeft niks te verzinnen. Maar hier moeten we dus wel wat verzinnen. Ja, merk op, hè, bij die sequentiële compositieregel moest je ook wat verzinnen. Een tussenliggende. Maar als je een hele gegeven context hebt, een hele gegeven programma, dan hoef je die tussenliggende assertie niet te verzinnen, want die... He, daar hebben we ook hier voorbeelden van gezien. Zoals hier, als ik dit wil bewijzen, met sequentiële compositie, dan moet ik dus een tussenliggende assertie verzinnen. He, dat zegt die regel voor sequentiële compositie. Hier, die R. He, want normaal je zou kunnen zeggen van ja, die invariant, dat is niet het enige ding wat we moeten verzinnen. We zien ook dat we hier zo'n tussenliggende assertie moeten verzinnen voor een sequentiële compositie. Maar strikt genomen hoeft dat niet, hè? Want je kunt die tussenliggende assertie gewoon verkrijgen door die postconditie er doorheen te halen. In dit geval is die postconditie is die ene statement een simpele assignment. En dan kun je gewoon assignment axioma toepassen en dan krijg je vanzelf de tussenliggende assertie. Dus voor sequentiële compositie in de context van straight line code hoef je geen tussenliggende assertie te verzinnen. Maar ja, die while statement gooit de route in het eten. Want ik kan niet, gegeven een postconditie, die postconditie doorheen trekken. Zoals ik dat door straight line code heen trek. Dan moet ik echt een assertie verzinnen, een invariant. Dus dat maakt het echt een hele andere tak van sport. Het verifiëren van while-programma's. We gaan nu even in op een concreet voorbeeld. Ik zou nu, in principe hebben we nu het bewijssysteem gezien. Dus dat hoop ik dat je niet totaal verrast bent. Dat je wel evident overkomt. Dat moet ook de bedoeling zijn. Net zo goed als zo'n axiomatisering van Euclides is ook niet schokkend. Het verrassende is in de toepassing. Ja. Dus hoe pas je die in de meetkunde van Euclides, hoe bewijs je bijvoorbeeld vervolgens een stelling als Pythagoras gebruik maken van die axioma's. En nou zullen we ook in de komende colleges een aantal opgaven, problemen zien. En aan de hand daarvan illustreren hoe je concreet een programma verifieert. Hier zien we het programma van het berekenen van de integerwortel. Dat heb ik al eerder opgevoerd als een illustratie. Hè, als je dat nog herinnert aan het begin van de discrepantie tussen het hoe en het wat. Hè, het programma beschrijft hoe die integerroute wordt uitgerekend. En hier, deze postconditie, geeft gewoon een beschrijving van wat een integer root is. Geeft niet aan hoe ik hem bereken. Geeft gewoon aan welke eigenschap die moet voldoen. He, ik heb gezegd, dit programmaatje werkt op een input variabele x en de output is in y. Dus y moet de integer root zijn van x. En dat wordt dus uitgedrukt door deze formule, die zegt dat y kwadraat kleiner of gelijk is aan x. Het is een afkorting van n x is kleiner of gelijk aan y plus 1 kwadraat. Dus we hebben dit afgekort op deze manier. En als preconditie nemen we x groter of gelijk aan 0. Nou,
even de vraag, dan moet ik altijd even nadenken van, hebben we dat inderdaad nodig? Zou het ook met gewoon true gelden? Is het inderdaad nodig dat x groter of gelijk aan 0 is? Laten we eens even kijken. Natuurlijk is de integer root ook alleen maar gedefinieerd voor positieve waarden van x. Hè? Want de y kwadraat en y plus 1 kwadraat, dat is altijd positief. Dus voor, er is geen y voor negatieve waarden van x. Maar wat gebeurt er met ons programmaatje dan? Nou, als je even kijkt, als het goed is, ja, dan... wat gebeurt er met ons programmaatje? Dus stel x is negatief? Stel x is negatief, ja. Nou, we hebben u plus v, zijn allebei... dus is 0 plus 1 op het begin. Ja. En 1 kleiner dan gelijk aan een negatief getal. Ja, dan termineert hij dus direct, hè, als x negatief is. 0 plus v is 1 en 1 is niet kleiner of gelijk aan een negatief getal. Dus dan termineert hij niet. Maar dan zou, omdat hij die partiële correctheid wil zeggen, dat dit altijd moet gelden voor elke terminerende berekening. Dus ook voor een berekening waarin x dan negatief is. Maar we hebben al gesteld, ja, er bestaat geen y waarvoor geldt y kwadraat kleiner of gelijk aan x als x negatief is. Dus als ik hier true zou zetten, dan zou deze specificatie niet waar zijn. Ja? Want voor negatieve waarde van x termineert het programma, maar is niet voldaan aan die postconditie. Dus daarom heb ik inderdaad nodig dat ik in de preconditie eis dat x groter of gelijk aan 0. Dat wil zeggen, dit algoritme garandeert alleen dit resultaat gegeven deze conditie op de beginwaarde van x. Oké, hier is het bewijs. Nou, dan gaan we even rustig van boven naar beneden langslopen. Wat moeten we doen? Nou, we redeneren compositioneel. Hè? Dit is een top-down redenatie. Dit willen we afleiden. Deze S staat voor deze statement. Dus dan moet je kijken, welke regels ga ik toepassen? Nou, die regels die worden gedicteerd door de vorm van S. Nou, hoe interpreteer ik de vorm van S? Nou, een voor de hand liggende, we hebben al aan het begin gezegd, van, we zetten geen haken neer voor die sequentiële compositie. Dus dit kun je lezen als y wordt 0 gevolgd door de hele rest, et cetera. Maar conceptueel is het voor de hand liggend om dit programma te lezen als een initialisatiegedeelte gevolgd door die while statement. En zo ga ik dat ook inderdaad doen, als het goed is. Kijk, hier zie je dat. Ik ga nu mijn programma ophakken, in stuk hakken in het initialisatiegedeelte en de while statement. En dan moet ik dus, want die twee dingen worden achter elkaar geplakt, hè, want die while statement wordt achter dit geplakt, dus dan moet ik de regel van sequentiële compositie gebruiken. En dat betekent dat ik een assertie R moet verzinnen die hier geldt. Die geldt als deze preconditie aan het begin geldt en na afloop van deze riedel. En die preconditie moet vervolgens garanderen dat deze postconditie voor die while statement geldt. Nou, dat is al een interessante. Want zoals ik al zei, die while statement die blokkeert het vloeiend van achteren, of hiervan in dit geval van onder naar boven redeneren. Dus hoe kom ik nou aan zo'n tussenliggende assertie? Nou, dat is moeilijk in te zien als je die vraag probeert te beantwoorden door te beredeneren vanuit die postconditie. Om te denken van, dat zou je namelijk kunnen doen, dat je al gaat denken van, nou ja, wat is een preconditie die garandeert dat na afloop dit geldt. Maar je kunt ook wat makkelijker doen, dat probleem even opschuiven en zeggen van, nou ja, dit is een eenvoudige initialisatie, laat ik als tussenliggende assertie gewoon nemen wat geldt naar deze initialisatie. Dat
Dat is makkelijk zat, want dat is gewoon I is 0, U is 0 en V is 1. Oh. Dus dat doe ik hier. Ik zeg, ik kan deze assertie, deze specificatie, kan ik dus correct bewijzen op basis van deze twee premissen, gebruikmakende voor de regel van sequentiële compositie. Hè? Want de initialisatiegedeelte, daarvoor neem ik de volgende specificatie, x is groter of gelijk aan 0. Dan na afloop, wat geldt dan weer? X is groter of gelijk aan 0, dat neem ik gewoon mee. En y is 0, u is 0 en v is 1. Nou, dan moet je vervolgens dit natuurlijk ook weer gaan bewijzen, maar daar ga ik nou niet op in. Dat laat ik aan jullie over, maar dat is dus weer simpel straight line code verificatie. Trek gewoon die postconditie er doorheen. Maar vervolgens, en dat is dus de interessantere premisse van deze instantie van de sequentiële compositieregel, dat is de correctheid van die while statement. Dus die W hier staat voor die hele while statement. Dus de postconditie is dezelfde als van de oorspronkelijke specificatie, maar nu neem ik dus als preconditie de postconditie gegenereerd door deze initialisatie. Dus nou moet ik deze correctheidsspecificatie bewijzen, waarbij, even teruggaan, dus die W staat voor deze while statement. Nou ja, dan rest mij niets anders dan deze loopregel te gebruiken. Ik heb niks anders. Nou, en deze loopregel die dwingt mij dus een invariant te vinden. En wat ik dan moet doen, vervolgens, in onze concrete context, een invariant vinden die deze postconditie impliceert met de consequence-regel en deze preconditie moet de invariant impliceren. Nou, de hamvraag hier is dus nu, wat is de invariant van deze while statement? En daar hebben we het volgens mij niet over gehad. Ik kan me niet herinneren, maar die invariant die geeft verder ook eigenlijk de kern van dit algoritme aan. Want als jij niet begrijpt wat de relatie is tussen u en v en i en x, dus met vooral dus wat die variabelen u en v hier doen, en ook hoe die relatie is met i en x, ja, dan begrijp je het programma niet. Dus wat we moeten doen is het vinden van een invariante betrekking tussen die variabelen. Nou, die is gebaseerd op een simpele algebraïsche formule. En die formule dat is i plus 1, dus i plus 1 tussen haakjes in het kwadraat. Dat is i kwadraat plus 2i plus 1. Dus die algebraïsche vergelijking, i plus 1 in het kwadraat, is i kwadraat plus 2i plus 1. Die nemen we. Dat is eigenlijk de kern. Want wat je eigenlijk doet in het algoritme is, kijk, een simpel algoritme zou zijn dat je zet i op 0 en dan zeg je hier, zolang i kwadraat kleiner of gelijk aan x is, doe i wat i plus 1. En dan test je weer of i plus 1 kwadraat kleiner of gelijk aan x is. Maar dan heb je een ingewikkeld programma, dan ga je dus rekenen door middel van vermenigvuldiging. Terwijl wat je hier doet, is je laat zien hoe je die vermenigvuldiging kan omzeilen door simpel op te tellen. En dat doe je door, kijk, als we al weten dat die, als we de waarde van i kwadraat al hebben, dan kunnen we i plus 1 kwadraat simpel uitrekenen door bij de oude waarde van i 2i plus 1 op te tellen. Want dat zegt die formule, i kwadraat, i plus 1 in het kwadraat is i kwadraat plus 2i plus 1. Dus als we er nou voor zorgen, en dat staat hier, dat die u steeds staat voor de waarde van i kwadraat, en vervolgens dat v gelijk is aan 2i plus 1,
En dan weten we dus dat als we U bij V optellen, dan hebben we dus precies I plus 1 in het kwadraat. En dat zie je dus ook in het algoritme hier gebeuren. Om de volgende I plus 1 kwadraat uit te rekenen, moet ik bij U V optellen. En vervolgens kan ik dan I ophogen, opdat deze relatie geldt. Maar als ik I ophoog met 1, dan moet ik natuurlijk V met 2 ophogen. Want hier, als ik I met 1 ophoog, dan moet ik V met 2 ophogen. Nou, dat zie je dus precies hierin gereflecteerd. Dus dat is eigenlijk al het hele eieren eten van dit algoritme. Dat dan vervolgens dus gespecificeerd wordt door middel van deze correctheidsspecificatie. Wat we dus nemen als invariant, dat is u is gelijk aan i kwadraat en v is 2i plus 1. En verder dat i kwadraat kleiner of gelijk aan x is. Even kijken. Oh ja. En dan wat we dan willen bewijzen over die while statement, is dus dan na afloop geldt weer de invariant. Hè? U is i kwadraat, v is 2i plus 1 en i is klein, i kwadraat is kleiner of gelijk aan x. Maar als we die loop uitgaan, hè, dat die conditie was u plus v kleiner of gelijk aan x, dus dan weten we aan het eind is u plus v groter dan x. Ja? Dus als ik dit kan bewijzen en gebruikmakende van deze implicaties, daar kom ik zo op, kan ik met behulp van de consequensregel deze afleiden. Ja. Want zie maar, dus deze preconditie, die impliceert deze preconditie. En deze postconditie, die impliceert deze postconditie. Dus nou heb ik het probleem gereduceerd door de toepassing van de consequensregel, aannemende dat ik dit al geverifieerd heb. En dat ga ik dus later doen. Nou, laten we even kijken. Dus we moeten verifiëren dat deze preconditie impliceert. Nou, dat is heel simpel, hè, want het is x groter of gelijk aan 0, i is 0, et cetera. Nou, u is i kwadraat, dat klopt, want u is 0, hij is 0. V is 2i plus 1. Nou, i is 0, dus dan hier komt de 1 uit en daar is v 1. Ja. En i kwadraat kleiner of gelijk aan x. Waarom is dat zo? Ja, i is 0, dus 0 kwadraat is 0 en x is groter of gelijk aan 0. Dus deze implicatie klopt inderdaad. Nou, laten we deze implicatie kijken, dus dat deze postconditie ons uiteindelijke postconditie impliceert van de while statement. Dus hier hebben we dan. Ja, en hier zie je dus de kern van die algebraïsche vergelijking ook opkomen. En we hebben dus u is i kwadraat, v is 2i plus 1, et cetera. En dan moeten we dit afleiden. We weten dus dat i kwadraat is al kleiner of gelijk aan x. Dat staat hier al. Dus het enige wat we moeten laten zien is dat x kleiner of gelijk is aan i plus 1 in het kwadraat. Nou, hoe zien we dat? We zien dat omdat u plus v is gelijk aan i kwadraat plus 2i plus 1. Nou, en dat was dus precies i plus 1 in het kwadraat. Dus we weten dat i plus 1 in het kwadraat groter is dan x. Dus eigenlijk kunnen we dit nog versterken. Ja, dit kan eigenlijk gewoon kleiner zijn. Ja? Dus hierin, deze implicatie, zie je dus direct die toepassing van die algebraïsche vergelijking. En die algebraïsche vergelijking, die geeft dus eigenlijk de kern weer van het algoritme. Eigenlijk begrijp je dus het algoritme alleen maar als je weet dat dat i plus 1 kwadraat is gelijk aan i kwadraat plus 2i plus 1. Oké. Nou, resteert dus het bewijs van deze correctheidsspecificatie voor de while statement. En wat was het idee? Dus dat dit ook de invariant is. Hè? Dit is de invariant. Hè? Want je ziet nou de instantie van die bewijsregel. Hè? Je ziet hem hier als postconditie voor. Terugkomen met de negatie van de guard. Nou, om te laten zien dat dit een invariant is, nemen we deze als preconditie.
dit nemen we als preconditie voor de body van de loop plus de boolean guard. Dus nou hoeven we alleen nog maar te laten zien dat deze gegeven postconditie, de invariant, dat die weer geldt na deze riddle gegeven. Dus dan, wat we dan doen is deze postconditie trekken we weer hier doorheen. Dus wat je achtereenvolgens doet is v vervangen door v plus 2, u vervangen door u plus v en i vervangen door i plus 1. Vervolgens, hè? Niet gelijktijdig. Want je ziet dat die variabelen van elkaar afhangen, dus je kunt niet een gelijktijdige substitutie doen. Je moet echt van achter naar voren, eerst die en dan die. En dan krijg je dus een preconditie en dan moet je laten zien dat deze gegeven preconditie die impliceert. Nou, dat heb ik hier nog even laten zien. Dit is een illustratie van hoe ik deze postconditie hier doorheen haal. Alleen nou draai ik het weer om. Ik hoop niet dat je duizelig wordt, want hier is het van boven naar beneden. Maar nee, is de postconditie beneden en de preconditie boven. En hier draai ik het precies om. Postconditie hierboven en dan ga ik naar beneden doen. Ja? Maar dit is, doorheen halen doe ik de hele tijd deze beweging. Maar het kan ook zo zijn of zo zijn. Hangt er maar natuurlijk net af hoe je je programma displayt, toont. En aangezien ik de beperking heb van de slides, heb ik gekozen voor van boven naar beneden. Dus ik start met. Dus dit is gewoon een simpele illustratie van wat ik daar al de hele tijd noem: het doorheen trekken van een postconditie door straight line code. Dus we beginnen hier met deze postconditie. We hebben dan deze assignment. Dus we moeten v vervangen door v plus 2. Nou, dat heb ik hier gedaan. Want die v die komt alleen maar hiervoor. Die heb ik hier vervangen. Vervolgens heb ik deze assignment. Dus nu moet ik u vervangen door u plus v. Dus dan doe ik dat. Dan krijg ik dit ding. Vervolgens moet ik i vervangen door i plus 1. Dan krijg ik dit ding. Nou, hier zie je een beetje een ingewikkeld ding. Maar het is niet zo moeilijk om in te zien dat mijn gegeven preconditie, deze, dat die deze gegenereerde impliceert. Want even zien, dus we moeten laten zien dat dit impliceert. Oh ja, hier zie je dus ook weer die algebraische vergelijking naar voren komen. Hè, want we moeten laten zien dat u plus v gelijk is aan i plus 1 in het kwadraat. Nou, dan komt die algebraische vergelijking weer naar voren. Hè, want u is i kwadraat en v is 2 maal i plus 1, dus u plus v is i plus 1 in het kwadraat. Oké, dus dit hebben we geverifieerd. Waarom is v plus 2 gelijk aan 2 maal i plus 1 plus 1? Nou, omdat v al gelijk is aan 2 maal i. Dus als ik i met 1 ophoog, dan moet ik, want die staat in de scope van die menigvuldiging met 2, moet ik v ook met 2 ophogen. Ook geverifieerd. Nou, vervolgens moeten we verifiëren dat i plus 1 in het kwadraat kleiner of gelijk aan x is. Nou, we weten u plus v is kleiner of gelijk aan x. En we weten al dat u plus v is i plus 1 in het kwadraat. Dus daarmee hebben we, deze implicatie bewezen. Oké, een heel verhaal, zoals je ziet. Maar heel veel loopt eigenlijk vanzelf. Hè? De grote truc zit hem hierin, hè? Het vinden van die invariant. Maar als je eenmaal die invariant gevonden hebt, dan is het heel koelbloedig gewoon de regels toepassen. En welke regels je toepast, dat wordt gewoon gedicteerd door de structuur van je programma. Dus veel eigenlijk valt er niet na te denken dan het genereren van die invariant in deze. Ik ben even toe aan een pauze, dus we willen even dit onderbreken.